Al die factoren die zorgen dat dit soort virussen ontstaan. Door de toename in de, bevolkingsgroei. Hoe wij met de dieren omgaan, hoe wij reizen, hoe het klimaat verandert. Dat zorgt allemaal voor meer druk op de... dus voor meer infectieziekterisico's. En daar moeten we wat aan doen. En dat moeten we niet nu weer een klein potje geld hier en een klein potje geld daar. Maar dat gedrag, Anja, willen we niet opgeven. We reizen te graag, ja, we knuffelen te graag, we doen... Ja, maar daar kun je dus wel goed onderzoek naar doen om te kijken wat voor elementen in het gedrag zorgen nou dat je dus wel of niet infecties krijgt. En hoe kun je nou mensen goed... je moet ze niet bang maken, maar wel bewust maken van virussen. Want ook bij corona zagen we dat bijvoorbeeld mensen ontzettend genoeg kregen van die anderhalve meter, van die mondkapjes. Er ontstond een soort sfeer van hou op. Ja, nee, dat snap ik ook. En we zijn allemaal blij dat we hier weer wat dichter bij elkaar kunnen zitten. Ik reis ook graag. Ja, ik denk wel dat we met z'n allen wat minder moeten gaan reizen. En toch ook om het klimaat natuurlijk beheersbaar te houden.